Voorzitter, en dat brengt mij bij het betoog van de heer Van Meijeren in de eerste termijn. En ik heb in alle eerlijkheid getwijfeld of ik erop moest reageren, maar ik ga het toch doen. Want ik heb grote moeite met hetgeen Van Meijeren hier op deze plaats namens Forum voor Democratie te berde bracht. En ik vind ook dat het eigenlijk onvoldoende weersproken is geweest in die eerste termijn. Hij sprak in zijn bijdrage over corruptie in het parlement, in de regering, in de rechterlijke macht. Letterlijk zegt Van Meijeren, het systeem als zodanig is corrupt, tot op het bot. We zouden leven in een postdemocratisch tijdperk, waar we steeds meer bewegen in de richting van, hij zegt het echt, een totalitaire staat. Machtsuitoefening zou op ondemocratische wijze plaatsvinden. Van Meijeren sprak over ontwikkelingen die hem zorgen zouden baren, ontmenselijking, uitsluiting, onteigening onder valse voorwendselen, buitensporig politiegeweld, het leger dat zou worden ingezet tegen weerloze burgers, door de staat opgedrongen seksuele indoctrinatie, door de staat opgedrongen ideologie en zo zou ik nog even door kunnen gaan. Je reinste complotretoriek. Dank u wel, meneer de voorzitter. In mijn inbreng heb ik inderdaad gewezen op een aantal ontwikkelingen die mij ernstige zorgen baren en die ik ook zie als rookmelders voor totalitaire tendensen. Ik heb het gehad over de ontmenselijking en uitsluiting van ongevaccineerden. De heer Hugo de Jonge, nu minister van Binnenlandse Zaken, destijds minister van Volksgezondheid, heeft over ongevaccineerden gesproken als wappies en wetgeving in werking laten treden waarmee ongevaccineerden werden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Ik heb het gehad over buitensporig politiegeweld. Nota bene vanuit de Verenigde Naties is er kritiek gekomen op het grove politiegeweld waarbij met een waterkanon iemand een schedelbreuk heeft opgelopen en weerloze demonstranten in elkaar geknuppeld werden. Ik heb het gehad over de censuur. Onder leiding van deze minister is er desinformatie verspreid door het RIVM en onwelgevallige meningen die zijn op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid geweerd uit het publieke debat, waarbij gezegd werd dat moet voorkomen worden dat de overheid de controle over het narratief verliest. Ik heb nog heel veel andere opmerkingen gegeven. De minister die verwijst zich heel makkelijk als complotretoriek en wat een gevaar voor de democratie. Volgens mij staat daar het gevaar van voor de democratie. En ik zou graag willen vragen of de minister ook inhoudelijk op mijn kritiek in kan gaan, in plaats van dit gemakzuchtig weg te wuiven als complotretoriek. Dank u wel. Maar voorzitter, het is complotretoriek. Het is je reinste complotretoriek. En ik vind echt dat dat geen plaats hoort te hebben hier in deze zaal van de Tweede Kamer. Dit is het belangrijkste podium van Nederland. En juist complotretoriek hoort hier weersproken te worden, geen plaats te hebben. En natuurlijk, als je zo'n bijdrage hoort, kun je twee kanten op. Je kunt denken, alles wat aandacht krijgt groeit. Dus laten we maar niet reageren. En ik denk ook dat het heel vaak de afweging is die we met elkaar maken. Ik denk ook dat heel veel collega-volksvertegenwoordigers van u heel vaak die afweging maken als ze u horen spreken en denken, wat een verschrikkelijkheid allemaal. Maar ja, laat maar gaan, want als je erop reageert, dan krijgt het nog meer aandacht. Alles wat aandacht krijgt, groeit, zeggen ze wel eens. Maar als je onkruid geen aandacht geeft, dan overwoekert het de hele tuin. En dat is de reden dat ik het wel wil weerspreken. En dat ik wel vind dat, dat dit type complotretoriek niet onweersproken kan blijven. Afsluitend, meneer Van. Nou ja, voorzitter, ik heb nog steeds niet het begin gehoord van een weerspreking. Deze minister die weerspreekt helemaal niets van wat ik zeg. Hij wuift het weg als complotretoriek. Zou de minister één feit dat ik heb benoemd in mijn inbreng willen weerspreken? Dat wil ik niet, inderdaad, voorzitter. Omdat dat je reinste complotretoriek is. En omdat we dan inderdaad van al dat type complotten dat hier aan ons netvlies voorbij trekt. U heeft het net weer allemaal feilloos opgesomd. Dat we dan precies dat doen waarvan ik vind dat het zonde is van onze tijd, namelijk dat type complotretoriek een podium bieden. Ik waarschuw alleen wel voor de gevolgen die er ook kunnen zijn. Want als je in dit type termen spreekt, die inderdaad nogal complotterig van aard zijn, maar waarbij het ook gaat over corruptie in het parlement en waarbij het ook gaat over corruptie in de regering en in de rechterlijke macht, waarbij het ook gaat over een postdemocratisch tijdperk en we ons steeds meer richting een totalitaire staat bewegen en vervolgens allerlei termen hanteert als ontmenselijking, een uitsluiting, een onteigening onder valse voorwendselen, buitensporig politiegeweld, een leger dat zou worden ingezet tegen weerloze burgers. Als je al dat soort dingen bij elkaar optelt, dan ben je bezig met een narratief van een kwaadaardige elite
die aan de macht is en de belangen van het volk in de uitverkoop doet. En dat legitimeert een veel te grote groep mensen inmiddels om te denken, nou dan zijn haatberichten tegen dit soort mensen ook wel geoorloofd. Het is fikkie steken in een samenleving die toch al aan spanning niks tekort komt. En ik denk dat het precies niet de taak is van een volksvertegenwoordiger om dat te doen. Ik denk dat het onze taak is om dat type gedachten af te blussen en niet aan te wakkeren. En dat laatste is precies wat u juist doet. Dan mag u heel kort op reageren en anders kunt u meteen, als u wilt, naar uw tweede termijn. Nou ja, voorzitter, het is juist mijn taak om te waarschuwen voor de zorgen die ik heb uitgesproken en waar dit toe kan leiden. De minister die weigert hier simpelweg op te antwoorden en hij heeft zelfs het lef om te zeggen dat dit spanningen zou veroorzaken. Nou, ik heb gezien hoe de minister gesproken heeft over ongevaccineerden en juist deze weigerachtige beantwoording en ook de desinformatie die wordt verstrekt, die leidt tot spanningen in de maatschappij, die leidt tot polarisatie. Als er iemand hier in Nederland is die spanningen en polarisatie heeft veroorzaakt, dan is dat volgens mij de minister van Binnenlandse Zaken. Zo gaan, moet u en dat doen. Hij nu verantwoordelijk is voor de bescherming van onze groep. Meneer Van Meijeren, u zegt niet u, u zegt praat de minister via de voorzitter. Gewoon netjes, u maakt het persoonlijk en dat willen we net niet doen in dit huis. Doe dat nou niet. Het is echt nergens voor nodig, het helpt niet. Volgens mij heb ik het steeds gehad over de minister. En dat de minister, deze minister, nu verantwoordelijk is voor de bescherming van onze grondrechten. Een van de grootste bedreigingen voor onze grondrechten van de afgelopen jaren. Dat baart mij ernstige zorgen. En daar zal ik me tot op de laatste snik tegen blijven verzetten en altijd over blijven uitspreken.